Ja. Click en play. In hoeverre kan ik er zeker van zijn dat de herinneringen die ik nu op dit moment zo hard nastreef, me later nog kan herinneren? Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 ouderen op dit moment dementie heeft. En vanwege de vergrijzing en het feit dat we alleen maar ouder worden, zal het in de toekomst waarschijnlijk alleen maar erger worden. In de toekomst opgelost en een ziekte geworden die niet meer bestaat. Gaan we dit oplossen? Kan dat? En hoe is de situatie nu? Wat is dementie überhaupt? En hoe is het om te dementeren in onze samenleving? Is er ook een positieve kant en waar halen mensen eigenlijk hun hoop vandaan? Is er überhaupt een hoop? Mijn oma heeft 2 jaar geleden dezelfde diagnose gekregen. Voor ons was het best wel lastig, voor mij en mijn familie. Wat de toekomst brengt, dat weten we niet. Wel weten we dat we er allemaal zijn om de hulp te geven die nodig is. En daarom gaan wij op een optimistische zoektocht naar het antwoord op dementie. Zowel in het hier en nu, als in onze toekomst.